Dit is de man die de snelste trainingstijd neerzette voor de 80 kubieke centimeter klasse. De 40-jarige Stefan Dörflinger. Ooit in 82 won hij hier het wereldkampioenschap in deze klasse. Daarnaast de nieuwe relevatie uit Spanje, Harry Torrontegui. Tweede tijd. En dit is ook een nieuwe man, Peter Oetel uit West-Duitsland. Won 2 Grand Prix dit jaar. Hij staat ook op de eerste startrij. Dan Manuel Herreros, de vice wereldkampioen van vorig jaar. Ook hij een Spanjaard. En tot slot zijn Spaanse collega Julian Mirales. U mist dus Martinez, Jorge Martinez, de wereldkampioen. Hij blesseerde zich, is wel in Assen aanwezig, maar zal alleen in de 125 kubieke centimeter klasse starten. Dit is de stand om het wereldkampioenschap na 4 Grand Prix. Manuel Herreros op kop, daaronder Peter Oetel, Stefan Dörflinger, Torrontegui, Grani en Sanchez. En u ziet, de verschillen zijn zeer gering. Assen en dan nog Tsjechoslowakije, dan is het gebeurd. Dan zijn ze weg met een hele slechte start voor Stefan Dörflinger. En vanuit het achterveld vanaf de tweede startrij, nee, het is toch de eerste startrij, is het Herreros die als eerste weg is. De eerste bocht in. Ja, inderdaad, Manuel Herreros gaat als eerste met zijn derby de bocht in. Gevolgd door Peter Oetel en Torrontegui. En als laatste zien we Koemer. Dat was ook een van degenen die problemen had voor deze erge late start. Want de wedstrijd is een half uur later begonnen. Herreros gaat er meteen goed tegenaan in die één na laatste Grand Prix in de 80 kubieke centimeter klasse. Nog één wedstrijd rest en dan is het met deze klasse afgelopen. Ooit was het 50 kubieke centimeter, de tijden van Jan de Vries en Angel Nieto. Toen werd het 80 en nu wordt deze klasse uitgeluid. Vandaar dat we een ludieke actie hadden met rijders die een shirtje aan hadden waarop stond 80cc forever. Sympathie natuurlijk bij het volk daarvoor, maar ze gaan er wel uit. 3 Nederlanders in het gezelschap. Snelste tijd voor Hans Koopman, dan Bert Smit en Jos van Dongen. Hans Koopman zien we hier met nummer 14 en 19. Dat mogen u duidelijk zijn, is Stefan Dörflinger. Bert Smit, tweede Nederlander. Ze staan allemaal in de punten, die Nederlanders, maar niet op de belangrijkste plaatsen. Geen Martinez, vandaar dat de belangen van derby verdedigd worden door Manuel Herreros, die hier al wat afstand neemt. Maar wie gaat er op hem af? 2 man voorlopig die het tempo van Herreros kunnen volgen. Dat is Hans Koopman met de nummer 14. Zit bij de 2 volgers. Kijk eens even. Oh, kijk, het voorwiel wegslippen. En dus slecht sturen. En zo doen we dat. Alvaro, de Spanjaard. Torrontegui heeft de leiding genomen. Alvaro erbij. En niet te vergeten Hans Koopman. Nogmaals, die actie van Alvaro gaat voorbij Manuel Herreros. Even slaat het voorwiel weg. Probeert nog in de remmen te gaan en moet dan bijsturen. En komt hier weer op het circuit.
U ziet het, Toronto Key ontbreekt bij de eerste zes. Dat herstel, Peter Oetel ontbreekt bij de eerste zes. En Herreros die speelt een klein spelletje met Toronto Key. En die Alvaro die is rustig achterom kijkt. Altijd in deze klasse toch een strijd tussen de derbies en de Krausers. En voorlopig lijkt die strijd beslist in het voordeel van de derby. Erg veel routine bij Herreros. Die zal zich niet gauw laten foppen. Leek even op een aanvalletje van Alvaro, de Spanjaard. En het is niet meer zelfs dan dat, want hij gaat Toronto Key voorbij. Maar nu op het lange stuk. Wie heeft de grootste snelheid? En dan zien we dat die derbies toch hard lopen. Alvaro rijdt overigens ook op een Krauser. En die komt bij. Zo, die is eraf gevallen. Dat is Jürgen Sais. Een Spanjaard. Maar het loopt goed af. Echt al een flinke voorsprong genomen, Herreros. Het grote peloton ligt al op honderden meters. En dat is de motorfiets van Roberto Sassone. Een Italiaan. Die met grote plannen hier naartoe gekomen was. Man die ook de motocross beoefent. Maar voor hem is het klaar. Herreros is een stuk losgekomen van zijn twee volgers. Toronto Key, Alvaros en wie komt daarbij? Dat is Peter Oetel, daar is hij. Zeer spectaculaire rijder, Peter Oetel. En we zijn benieuwd wat hij dus bijvoorbeeld het volgend jaar in de 125 zal doen. Het was bekend dat hij een snelle motor had, de West-Duitser. Dat bewees hij in Duitsland en in Oostenrijk. In Italië stapte hij er weliswaar af. Maar dat was aan het begin van het seizoen. Hij is opgeschoven naar een derde plaats. Alvaro heeft hij van zich afgeschud. En Herreros neemt ook afstand van de tweede man van Toronto Key. Zuinig sturend. En Herreros is gewend aan kop te rijden. Overigens curieus dat hij dit jaar nog niet één rit won, maar wel de leiding heeft in het klassement. Meter of 100 voorsprong heeft hij bij startfinish op Peter Oetel, die de tweede plaats heeft overgenomen. Toch aardig dat een aantal renners zich daar nog bij gaan voegen. Echte professional, deze Manuel Herreros. Boekte zijn eerste Grand Prix zege in 1986. Dat was nog op de Nürburgring, Grand Prix van West-Duitsland. En het groepje erachter strijdend om bij te komen. Met vooraan Peter Oetel, dan Stefan Dörflingen die doorgeschoven is naar een derde plaats. 40 jaar en dan toch nog steeds erbij. En dan is het gat gevallen naar Alvaro toe en naar Toronto Key.
Durflinger als laatste. En die drie zijn weg. Dat betekent dat voorlopig Torontegui en Alvaros weg zijn. En dan gaan we eens kijken waar de Nederlanders zitten. Bert Smit heeft lang bij de voorste gezeten. Aanval van Stefan Durflinger op Peter Oetel. Durflinger die er hier een paar keer stevig afgevallen is op het circuit in Assen. Maar die een aardig seizoen heeft en slechts 4 punten achter staat op Manuel Herreros. Knap wat die Peter Oetel toch allemaal doet. Hier wordt hij dan toch even de aanval van Durflinger. En die steekt knap binnendoor. Maar dan moet hij nu hier bij de volgende bocht de deur dicht houden. Dat doet hij. Sinds 86 erbij maakte zijn debuut op Hockenheim. Met een 22e plaats. En 3 jaar later op hetzelfde Hockenheim haalde hij zijn eerste Grand Prix overwinning. Mooi te zien hier het verschil ook. Tussen de beide volgers en koploper Herreros. In Spanje koos het Champi genoemd. Geen Nederlanders dus bij die eerste 6. En als laatste van het groepje van 6, Morales. Komt toch wat dichterbij, lijkt het, Durflinger. En Oetel probeert verkrampt bij te blijven. Ja, het verschil is een meter of 40-50 bij startfinish. En Durflinger doet er alles aan om dus 1 keer op een wereldtitel af te stevenen. Maar voorlopig moet hij weer voorrang verlenen aan Peter Oetel. Ik denk dat het een beetje bedrog lijkt. Ze trekken elkaar natuurlijk goed op. Maar Herreros, die voorop zit, hoeft alleen maar te zorgen dat hij die koppositie houdt. Allebei van Hux fietsen ook. Die fietsen van Oetel en Durflinger. Net natuurlijk als de derby van Herreros. Herreros die moet proberen om wereldkampioen te worden. Nu Martinez zo weggevallen is voor hem. De tweevoudig wereldkampioen van vorig jaar. Zeker geen titel dit jaar. Want daarvoor is hij te ver weggevallen. Na zijn val op de Salzburgring. Het gat is geslagen. De volgers Alvaro, Julian Mirales en Torrentegui zijn ver weg. ...2:32.84, dat is een uitstekende tijd, 144 kilometer per uur. Maar de snelste rondezegen staat op naam van McConaughey in 2:30.79. Scheelt toch 2 seconden bijna. En dat is veel. Zo. Toch dan de echte aanval. Durflinger los van Peter Oetel. En Herreros voelt de hete adem van Stefan Durflinger in de nek.
Dat belooft dus een spannende laatste vier ronden. Terwijl Peter Oetel ook weer aansluiting vindt. En achterin ziet u hoe groot het gat is naar de volgers. Aardig toch dat beide rijders, Herreros en Durflinger, geen van beiden nog een Grand Prix wonnen dit seizoen. Maar wel de plaatsen 1 en 3 bekleden. In die voorlopige tussenstand. Waardig afscheid zou je zeggen van deze topmannen van die 80 kubieke centimeter. Die dan straks nog een hele tijd moeten wachten voor ze de laatste Grand Prix eind augustus in Tsjechoslowakije en Brno mogen rijden. Herreros, Durflinger en de nieuwe man Peter Oetel. Nu toch bij elkaar. Ja, daar is de aanval van Durflinger. Heel handig binnen doorgestoken. En nu komt het op pure snelheid aan. Oetel even los. En Durflinger die zelf durft om te kijken. Toch heel knap hoor. Zoals Herreros dan weer gewoon de kop overneemt. En elke keer maar weer die deur dichtgooien. Want Durflinger zal blijven aandringen. Dat is de volgorde. Nikolov, de Bulgaar, heeft de plek van Torontekie bij de eerste zes overgenomen. Nieuw aanval van Durflinger. Wat een gevecht tussen die twee. Oetel heeft moeite om het bij te houden. Of zit hij op het vinkertouw en kijkt hij af wanneer hij toe moet slaan. Je kunt je nu echt geen stuurfout veroorloven. Want dan ben je echt de eerste plaats kwijt. En dat beseft Herreros zich. Het juiste moment zo laat mogelijk in de remmen en dan weer zoveel mogelijk accelereren. Drie bij elkaar. Herreros nog voorop. Opnieuw de aanval van Durflinger. Nee, wat doet hij dat toch knap? Die deur afsluiten. Durflinger komt er niet voorbij. Maar ben je bestand tegen die druk? Twee ronden. Prachtige aanval van de Duitser Peter Oetel vanaf de 30e plaats. Dat is toch leuk om te zien, want het lijkt dat op de rechte stukken de beide fietsen helemaal aan elkaar gewaagd zijn. Dus wil Durflinger wat, dan betekent dat risico op het bochtenwerk op zo'n schitterend stuurcircuit als Assen. Kijk, op het rechte stuk loopt hij steeds een klein stukje weg, Herreros. En in de bochten probeert Durflinger erbij te komen. Prachtig zoals het gat geslagen is nu. Werkelijk enorm. De drie volgers zijn niet meer te zien. Ja, daar komt de eerste. En ook daar is de afstand, de tussenafstand, groot geworden. Mirales inmiddels op een vierde plaats. Poging weer van Durflinger. Maar hij lijkt kansloos. Ontzettend benieuwd eigenlijk wat Peter Oetel gaat doen. Of hij moeite heeft om het bij te benen, dat zou je hier zeggen. Of dat hij wacht om zijn slag te slaan. Durflinger probeert weer bij te komen. Herreros sluit af. Zeer fraaie race. Met spanning tot aan de laatste meters. Deze bochten kent Durflinger goed, daar ging hij ooit eens onderuit. Het wordt centimeterwerk. Het halen van de finish als eerste.
Daar gaan ze over startfinish. Aanval weer van Durflingen. Het is net of Ferrero steeds een beetje over heeft. Aanval van Oetel dan, buitenom. Juist, die gaat Durflingen voorbij met een hele handige manoeuvre. En dat kon wel eens gunstig zijn voor Herreros. Oetel nu in de aanval. Hier is absoluut geen sprake van inhouden of verkopen van een race. Hier wordt voor elke meter gestreden. Aanval van Oetel, komt ie. Wat een spanning voor Manuel Herreros. De stalorders zullen duidelijk zijn. Wat Martinez dit jaar niet kan, moet jij doen. En dan word je zo zwaar op de huid gezeten als de Spanjaard nu overkomt door een West-Duitser. En natuurlijk niet te vergeten, een Zwitser als Stefan Durflingen. Ja, Oetel is voorbij. Heeft hij toch op het vinkentouw gezeten, maar houdt hij dat vol? Kijk, 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 hoe uitstekend toch dan ineens weer die aanval van Herreros komt. Het lijkt wel alsof hij ze even laat gaan om ze er dan weer op te wijzen van... Tuurlijk jongens, leuk, snelheid hebben jullie. Maar hoe je moet sturen, dat zal ik je eens laten zien. Kijk, nu loopt hij weer even weg. Prachtig gevecht. Oetel gaat omkijken. Misschien niet slim. Maar wil natuurlijk weten waar Durflingen zit. Herreros geeft hij niet te veel. Nieuw de aanval van Oetel. En Durflingen, wat doet hij? Geeft hij zijn machine een klein beetje rust? Kijk eens, dat is dan weer toch schitterend als Durflingen dan voorbij gaat. Oetel weer op een derde plek gezet. En voor de hoofdtribune langs nog één ronde te gaan. Herreros, Oetel 2. En Durflingen weer naar 3. Ja, ik zei het u, Oetel heeft veel aan die motorfiets gedaan en heeft pure snelheid heeft hij. De rest telt eigenlijk helemaal niet meer mee. De nummers 4, 5 en 6. Waarbij we nog steeds mannen als Mariano, Mirales en Mirales vinden, ja. De laatste ronde. Herreros, ik denk eigenlijk niet dat hij zich nog laat verrassen. Uiterst geconcentreerd om die 20 punten binnen te halen. Oetel. Gaat hij aanvallen. Helemaal plat op de kuip. Manuel Herreros. Die werkelijk alle risico's moet nemen. Iets waar hij vast niet op gerekend had toen hij aan deze race begon. Tuurlijk, de verschillen zijn klein. 3 punten en 4 punten op deze twee heren die hem achtervolgen. Maar dat het zo zwaar zou worden, dat zal hij niet gedacht hebben. Nou, de achterblijver gaat mooi opzij om voorrang te verlenen. Daar is de aanval van Oetel. Alsjeblieft, voorbij Herreros. En dan Durflingen, die gaat ook nog aanvallen. Kijk, en dat is dan toch weer Herreros, de sluwe vos. Weer voorop. Ja, het is echt stuivertje wisselen tussen de Derby en de Krausermachines. Herreros, Oetel en Durflingen. Hij kan er niet voorbij komen, kijkt om. En dat moet hij misschien niet doen, want dan krijgt hij de aanval van Durflingen nog over zich heen. Want tussen die twee zit maar één puntje. En dan is het dus heel belangrijk om een tweede plek te maken. Even een kleine stuurfout leek dat van Herreros. Raakt hij daar van onder de indruk? Ja, dat raakt hij zeker. Want nu kan Oetel binnendoor. En die zit echt aan de laatste honderden meters. Met veel bochten, dus nu is het de vraag of hij nog iemand voorbij laat. Die achterblijven, nou, daar heeft hij dan net geen last van. En dan denk ik toch dat Oetel de beste kansen gaat hebben.
En dan moet zelfs Herreros nog oppassen voor Stefan Dörflinger. Oetel. Twee Grand Prix won hij al. West-Duitsland en Joegoslavië. En de zegen kan hem ook nu niet ontgaan. Wat heeft hij dan slim gedaan? Tweede en derde plek gezeten. En op het laatst toeslaan. Twee Herreros en drie Stefan Dörflinger. Driemaal op rij de jeugdige West-Duitser. En dat betekent dat hij in de stand voor het wereldkampioenschap gelijk gaat komen met Manuel Herreros. Prachtige strijd. En wat is hij blij? Nog één keer gaan we naar die beslissende momenten in deze race om de 80 kubieke centimeter kijken. De achterwiel wat wegslaat bij Herreros. Oetel die als een speer er vandoor gaat. En hier Herreros voorbij steekt. En uiteindelijk die 80 zal winnen. Kijk je maar, het verschil lijkt zelfs nog ruim. Geen veranderingen dus. Oetel, Herreros, Dörflinger en daarachter Mirales, Mariano en Nikolov de Bulgaar. En voor de stand om het wereldkampioenschap met nog één race te gaan betekent dat dat Herreros en Oetel evenveel punten hebben. Dörflinger valt iets weg. Toronto Key heeft slecht gepresteerd. 20 punten achter. Dan Knani de Italiaan en Nikolov de Bulgaar op een zesde plaats.